Hallootjes, het is weer tijd voor PokéMMO. En vandaag ga ik hopelijk eindelijk deze gym verslagen. De vorige keer is het gewoon echt niet gelukt. Maar ondertussen ben ik mijn Pokémon's gaan trainen en heb ik toch een Telo gevangen. Kijk, dat is mijn Telo. Dat is het special. Of hij is special. Dus dan is het wel... Oh, ik zie nu echt pas dat hij jong was. Ik had eigenlijk gewoon op de mandje. Maar was ik het zat en heb ik maar gewoon een Telo gevangen. De eerste best die tegenkwam. Dus ja, ik ben hier helemaal blij mee. En ik heb hem ook flink geleveld naar level 18. Dus als ik nu deze gym niet aan kan, dan weet ik het ook niet meer. En ik heb mijn andere Pokémon's ook getraind. Ik heb mijn Winkel heb ik getraind, level 17. En die heeft ook Wing Attack. Deze heb ik niet getraind. Die was in principe al zo. En Ralts heb ik ook getraind. Die heeft een Psybeam. Dus die heeft een sterkere Psycheck aanval. Dus ik hoop dat mijn arme Ralts ook een beetje damage kan doen. En een beetje kan overleven klappen. En mijn Shroomish was volgens mij level 18. Ja. Dus we hoeven nou niet te trainen. Want we gaan gewoon meteen. We gaan meteen battlen. En we gaan er gewoon meteen voor. Wacht, ik wil wel een select follower. Ik doe Winkle wel. Heb ik hier tactiek voor eigenlijk? Wie gebruik ik als eerste? Ik denk dat ik mijn Wingull als eerste gebruik. Oké, nu moet ik echt wel zover zijn dat ik hem aankom. De vorige keer werd ik echt radicaal ingemaakt. Volgens mij moet ik hierheen. En dan kunnen we ook verder met het verhaal lijnen. Maar ik weet wel, voor de eerstvolgende gym ga ik mijn Pokémon ook goed trainen. Oké, ben ik klaar voor Brawly. I'm ready. Yes, yes. Here we go. Makuhita is rematch. Makuhita. Hé, hey, was Makuhita de vorige keer ook als eerste eruit? Ik dacht dat het Machop was. Wing Attack, here we go. Oh ja, ik vind Fake Out doet gewoon echt veel damage. En mijn hart Fake Out niet eens veel damage doen. Oké, okay, maar ik heb hier gewoon een goed gevoel bij. Critical hit. Dat minder niet. Gaat nu al helemaal fout. To be fair, ik dacht echt dat mijn Wing Attack meer damage zou doen op Makuhita. Makuhita is best strong. Oh jeetje, oh jeetje. Wing Attack, let's go Wingull! Trots op mijn Wingull. Oh jongens, het gaan we echt al 10 keer beter. Ik heb sowieso nog heel veel Pokémon's nou die ook hoog zijn. Oké, Wing Attack. Waarom vallen die allemaal eerder aan? Ik heb echt Speedy Gonzales Pokémon's nodig. Oké, volgens mij kon ik de Machop wel redelijk aan de vorige keer. Dus ik denk voor Meditate moet ik sowieso Telo doen. Aangezien Ralts niet echt veel zin heeft tegen Meditate. Dus Fight, Wing Attack. Het is Telo. Ik vergeet ook dat Telo een hogere speed over het algemeen heeft. Oh, de damage. Ik wist dat ik het... Vriend. Freshwater. Ja, dat zou ik ook doen. Maar dat is not enough. Want mijn Telo is snelle jelle. Oh, zou dit allemaal... Zal dit al genoeg zijn? Oeh, let's go. Oké, je had wel echt een Telo nodig voor deze gym. Alleen nog voor de speed. Maar ik wilde ook een Telo, maar het lukt allemaal niet. Machop, ga je dit nou echt easy carry met Telo? Let's go Telo. Hogere speed dan Machop. Machop. Oeh. Oké, dit is echt easy peasy. Oké, never mind. Ik heb Ralts nog. Als mijn Ralts snel aanvalt. Ze heeft al fresh water gebruikt en Orenberg Makuhita is ook klaar. Typeam Ralts, let's go. Super perfect. Oh, dat vind ik wel leuk dat Ralts eindelijk vragen heeft kunnen nemen op het. Alle vorige keer ging ik zo slecht. Het werd zo gewoneshot. But we got him. We got a patch. Alright. Oh, we kunnen tot... Oké, de vorige keer was dit dus vergeten. En heb ik nu opgelet. Maar we kunnen de Pokémon's dus nu level tot 28. Dus dat weet als ik weer een keer ga grinden voor een gym of voor verder te komen. Dan kan ik dus tot 28. Maar ik denk dat ik maar gewoon 26 aanhoud voor veiligheid of zo. Überhaupt, het grind-up spel duurt best wel lang. Bulk up. Heb ik daar iets aan? Denk het niet. But I'm gonna go out of this island. Yes. Goed Engels. Oké, maar het is tijd om even snel te healen, want je weet maar nooit. Heel, heel. Yes. Thank you. Thank you very much. En nu is het tijd om naar het volgende eiland te gaan. Wie wil ik als eerste doen naar het volgende eiland? Volgens mij waren er veel water-Pokémon. Ik ga Shroomish doen. Shroomish heeft eigenlijk bijna niks op dit eiland gedaan, want het was niet een goed eiland voor haar. Sleepport City. Let's go. Zal ik eens even afgeleiden. Ik wist niet meer hoe dit... Steden heten, eilanden heet, whatever, je weet wel. Ga ik eerst battelen of ga ik iedereen... Ik ga iedereen even ontwijken. Oh tot zo... Tot zover iedereen ontwijkt, zoals goed te schuilen onder een parasol. Hé, maar Azurel, ik heb Shroomish. Ik kan jou aan. I guess, level 12, oké, ik kan jou zeker aan. Er zit ook wel een level verschillen hoor. Dan versla je de gym en dan zijn deze allemaal niet zo hoog. Dat is soms ook nadelig, maar daardoor... Vooral in die oude Pokémon. Dus dat grind is zeg maar daardoor ook super lang. Dus je ook niet echt veel XP dan krijgt. Azurel fainted. Oh, kom maar nu op z'n achter dat ze twee Pokémon's heeft. Oké.
Easy peasy voor mijn Screaming Genie. Dat is in één keer met een vogelpokémon aanval of zo. Oké. Okay. Ja, Mega Drain, I guess. Okay, dit zijn battles die ik makkelijk aan kan. Dan kan ik ondertussen gewoon even lekker een smoothie drinken. Kijk, ik ben nu voorbereid. Ik dacht dat ik voorbereid was de vorige keer. Maar nee, dat was ik niet. Oh god, er is nog iemand hier. Deze kinderen zijn sneaky. Oh, een tentacle. Oh my god. Daar is mijn ding niet goed tegen. Ga ik toch proberen? Oh, liquid ooze. Wat is liquid ooze? Ik snap er de ballen van. Marston bij deze. Kijk, hier heb ik mijn Marston voor nodig. En leveltje up. Here we go. Dit gaat goed. Tentacle, oké. Okay, I like it. Fight met shots. Nu kunnen we doorgaan. Ik heb wel een paar XP's gevangen, dat is wel lekker. Oké, pokeball. Een waterstone. Oh, hier kun je volgens mij shit kopen van mensen. Als zij ook iets gratis of niet. Oh ja, je had in het spel... Oké. Maar ik bedoel, met dit spel bedoel ik eigenlijk niet dit spel, maar de echte originele versie. Daar kon je volgens mij een soort van boompje in hebben of zo. Dat was je huisje. En dan kon je lekker furniture verkopen en zo. Oh ja, Team Aqua. Oh, die hebben Zigzagoon. Dat is Rock Smash goed tegen. Zo, Pokémon'tje even geheeld. Trouwens, vorige keer had ik een Zubat. Die heb ik weggedaan. Ik heb nog even naar Neetje gekeken. Die Neetje was niet zo goed. En ik wilde mijn Telo in plaats van een Zubat. Dus ik heb die ingeraald. Je had hier toch zo'n feestding. Hoe noem je dat? Dit. Hier had je vroeger zo'n zieke animatie voor. Die is er dus niet meer. Dat was alleen met Omega Ruby. Dat is zo'n Tithola kwam en die was helemaal bekend. En dan ging je mee foto maken of zo. Ik weet het allemaal niet meer. Moet ik hier iets doen? Wat gebeurt hier? Het valt ook niet op, jongens. Wacht, moest ik hier niet heen daarvoor? Volgens mij herinner ik me dat nog. En dan moest ik met iemand praten. Ja, met jou. Hallo, meneer. If this goes there and that goes over there, then where does... Arg, ik heb mijn gasten... Tot hey, get you to go... Ah, ik moet hem vinden. En nou, als het goed is, kan ik hier naar binnen. Oh, wilt je enter? Hoezo moet ik het fee betalen als jullie een soort van gekidnapt zijn? We hebben al deze aqua mensen gewoon net zijn entree betaald. Hallo, meneer. If you're looking for Stern, that will be me. Those must be the parts I ordered from Mr. Stone of Devon. Thank you, that's great. We can prepare for our expedition now. Dat denk jij. Team Aqua komt binnengevallen. Yeah, hold it. We take those parts. Oh, no. Battle me. Let's go. Ik weet niet. Oh, Carvanha. Ja, zie je. Ik dacht dat zij wel waterpokémons hadden. Maar ze hebben dark waterpokémons. Als in en dark, zoals Pusiana. En dan deze is ook dark water. Rock Smash. Oh, Rock's effective tegen Dark. Dat is dadelijk met Shroomies dan, wat chill. Oh man, what a disaster. The boss is going to be furious. Sniveling Wimp, let me take care of this. Oh, jij wil ook nog? Oh my, get me. Weer een Carvanha. Ai, die hebben we zo neergehaald. Even kijken. Marston, Rock Smash. Hier, wat hebben ze? Rough Skin. Maar wat is Rough Skin dan? Water Gun, I guess. Dekkeltje erbij, een Hot Flutch. Oh, Marston Waterpils? Sinds wanneer kan die Waterpils? Dat is nieuw. Vind ik wel leuk en interessant. Maar Marston heeft er niet van aan, maar is wel beter dan wat ik had. Ik ben beter dan jullie denken. Oh, dat is de Big Boss. Taking too long to snatch on parts. It was me. Hallo daar, heb je iets voor mij? Ik heb Thief. Oké. Volgens mij heeft hij eigenlijk nooit op een Pokémon gezet. Volgens mij is het trouwens wel handig om een Pokémon neer te zetten. Oh. Ik dacht, wat op deze NPC inderdaad hier met die zonnebril. Ik dacht, dat is wel heel typisch, maar hij komt letterlijk naar mij toe. Ik was een beetje mindfucked hoor. Scott. Ik heb Scott in mijn poken af. Is dit ook het normale spel? Waarom herken ik jou niet, Scott? Oh joh, kijk die skins van mensen hier dan. Mensen geven een beetje veel geld aan het spel, volgens mij. Het is even weer tijd voor sipje. Lekker. Oké, what's next? Even mijn Pokémon nog hield. Wat heb ik net gedaan? Oh, je kan dadelijk ook tegen Brandon vechten. Ik vind Brandon niet leuk. De vorige keer was een cheater. Dat is hij sowieso dadelijk ook. Brandon moet ik echt level 30 zijn, ook al kan ik maar 28 zijn. Oeh, Electrike. Is het goed om een elektrische Pokémon te hebben in je team? Ik weet dat eigenlijk helemaal niet. Volgens mij moet ik wel echt een keer tegen Crobat en zo. Van Team Aqua ook. Ik heb nog nooit een Electrike in mijn team gehad. Maar mijn team zit wel vol, dus dan moet ik inruilen. Wat had Brandon eigenlijk allemaal voor Pokémon? Ik ben het alweer allemaal vergeten. Tybeam, we gaan trainen. Hotsflots.
Magnemite. Maar wie is sterker eigenlijk? Magnemite of die van net? Oh ja, Magnemite is ook steel. Trick was het belangrijkst. Oh, ik heb een vuur Pokémon nodig. Kan ik hier een vuur Pokémon vinden? Ja, ik heb Taylor al voor Trico natuurlijk. Maar ik vind vuur ook wel lekker om te hebben eigenlijk. You found a Rapel. Dat is chill. Dat vind ik wel leuk op zich op Pokémon. Dat als je gewoon wild Pokémon aan het battelen bent, dat je soort van toch nog items kan vinden. Het geeft een soort van nog een mini beloning met al dat gegrind. Kijk, ik ben slim. Ja, ja. Ik zag het net al aankomen. Ik ga hier battelen. Stel, het gaat helemaal rampzalig. Dan kan ik daar gewoon weglopen en dan kom ik daarna naar die vent. Waarom heeft iedereen quick attack? Wil iedereen zo snel zijn? Ik moet ook Orange Berries gaan planten. Hoe doe ik dat in Pokémon? Iedereen gebruikt ze. Als in al deze trainers en gymleaders. En ik denk toch dat ik een Electric wil hebben. Een Electric! Let's go! Oeh, dit is een mannetje. Oké. Okay. Wel level 13, though. Pokéball. Ik hoop dat ze even genoeg zijn. Ik heb trouwens ook wat geld. Ik moet even... Oh, ik. Oh, instant! Nah. Oh, ik kan hem hier zien. Het is een special attacker. Het is geen attacker. No. Dan gaan we nu pokeballs kopen. Hallo, heb jij een pokeball voor mij? Oh, ik kan greepballs ook halen. Zal ik dat ook maar meteen doen? Oké. Okay. Hopelijk vinden we nu wel een goede electric. Electric! Yes. Be good. Be good. Alsjeblieft. Kost me heel veel moeite en tijd en geld. No! Ik had niet hoe moeten zeggen. Dat schikt hij af. Nog eenmaal, ja. Instant eruit. We gaan gewoon nog één pokeball. Die komt er nu in. Natuurlijk, mijn team is echt heel leuk. Ja, het trekt. Kunnen we Brandon inmaken? Dat is onze missie. En de volgende gym verslaan. En Brandon inmaken. Ja, mijn team wordt voor jou nou niet zo leuk, aangezien je waarschijnlijk op de computer gaat staan. Op naar de PC. Ik ben benieuwd. Oh, Milotic, die wil ik ook. Is er een moment komt dat ik een goede Milotic kan krijgen? Of wordt mijn Wingulletje wel ingerolen? Oh, kijk die Milotic weer. Oh. Nee, we gaan voor Electric. Electric! Oh, ik ga niks zeggen, want dan ben ik weer slacht. Oh, let's go! Mudbomb. Oeh. Ik ben gewoon aan het trainen zodat ik die Pokémon vang. Is ze goed? Ik ga hier kort mee. Ja! Immune to electric type moves. Oh, ik vind het helemaal mooi. Die is ziek hoog. Speed ook. Special attack ziek hoog. Special defense. En dan is haar normale defense gaat nog omhoog. Vul ik attack. Special defense. Oh, dat is helemaal geweldig. Kijk hoe gezellig druk het hier is. Zoveel mensen met een coole Pokémon. Dit is volgens mij met Pokémon ook de bedoeling dat je zoveel mogelijk mappen afgaat. De storylines. Volgens mij zaten er maar 4 in. Hoenn, Kanto, Sinnoh en nog 1. En want dan kun je zeg maar alle Pokémons een beetje vrij spelen. Dus van verschillende generaties. En dan pas is volgens mij dat ding om de elites te verslaan. Want volgens mij zijn elites super moeilijk hierin. In ieder geval dat heb ik gehoord. Dus dan is het beter om inderdaad eerst alle gym badges te halen. Zodat je door kan gaan naar de volgende wereld. En daarom zie ik dus allemaal mensen ook die nu wel andere Pokémon hebben in de storyline. Want je kan dus wel van andere generaties meenemen. Je zit alleen met de level cap. Dus daar moet je wel rekening mee houden dan. Goed, ik laat het hierbij. Ik heb in ieder geval een goede Electric. Ja, het had volgens mij beter kunnen zijn. Volgens mij was een Modus misschien beter geweest. Maar ja, het kost allemaal geld en heel veel attempts om te proberen voor goede Electric. Dus ik vind het prima zo. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vergeet vooral niet te abonneren als je meer gameplay wilt zien op mijn kanaal. Van Pokémon of van iets anders. Vergeet deze video ook niet te liken als je hem leuk vond. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Waar we hopelijk Brandon in één keer kunnen verslaan. Tot dan. Doei doei.